dat er een einde komt aan de lange, donkere winter. Het is nu de tijd om opnieuw de velden te bewerken, zodat ons volk een rijke oogst kan binnenhalen. Daarom zullen we nu eerst de krachten van de natuur gunstig stemmen met dit feestelijk offer van vuur, brood, wijn en vis.